Hallo beste volgers en kijkers van Jartu Kookt. Hartstikke leuk dat jullie weer kijken. Dit is Pliksplint, een nieuwe toffe te gekke kookvideo van Jartu Kookt. Ik ga vandaag lekkere croutons maken van oud brood. Croutons is heel lekker om te maken van oud brood. Want je kan het gebruiken bij de soep, bij salades of gewoon lekker te snacken. Dus ga allemaal even meekijken als jullie dat leuk vinden. Deze video met iedereen in je omgeving. Doe even een duimpje omhoog. Reageer onderaan de comment wat je van deze video vindt. Vergeet me even niet te volgen op Instagram. @ArtuKookt. En me te volgen op YouTube. En dat doe je door te abonneren op ArtuKookt. Dankjewel. Heb je allemaal nodig om dit recept te maken? Een snijplank, broodsnijplank. Je hebt oud brood nodig, wat Italiaanse kruiden, wat olijfolie, een lepel om straks mee te roeren, een broodmes om oud brood in kleine stukjes te snijden, een bakpapier en een bakplaat. En je legt dus het bakpapier op de bakplaat. En je hebt een oven nodig. Kijk maar mee. Ik ga eerst even mijn handen wassen. Ik ga nu eerst de oven voor verwarmen op 180 graden. Zo. Het lampje is nu rood. Als die dadelijk helemaal uit is, dan is die goed. Is die voorverwarmd en kan het doof in. Even een doekje nat maken. Zodat we die onder de snijplank kunnen leggen. Want dan kan hij niet weggeleid, de snijplank. Zo. Ja. Schuif hem even zo. Aan de kant. En dan gaan we gewoon. Zo, je handen als een klauw. Eén keer door de midden snijden we hem. En dan snijden we gewoon stukken van. Dan krijg je dit soort stukjes. Dat is helemaal goed. Leg hem even zo. Dan ga je eigenlijk alles weer gewoon door de midden snijden en dan weer zo. Lukt het nou niet, is ook reepjes snijden goed. Dat is maar net wat je zelf fijn vindt. Niet te klein snijden, want dat is zonde. Om de croutons mogen best zichtbaar zijn in je salade. We gaan helemaal door totdat je aan het einde bent geweest. En eindig altijd met de kapjes. Dat zijn deze stukjes. Daar eindig je mee en die doe je gewoon. Eén keer door de midden, dat is niet. Of twee keer door de midden licht te gaan om groot te zijn. En leg ze daarna op de bakplaat als je alles klaar hebt. Kijk maar mee. Zo, ik heb alle stukjes gesneden van het oude brood. Dus het is nu tijd om op de bakplaat te leggen. Kijk maar mee. Ik leg ze gewoon op de bakplaat zo. Zo. Schudden we een beetje zo en dan pakken we de olijfolie. Dan gaan we gewoon een klein beetje zo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ongeveer, hè? Je moet zelf maar kijken wat je zelf prettig vindt. Dan pakken we de Italiaanse kruiden.
en eetlepel. Ik vind 2 eetlepels wel lekker, dus dat doe ik dan. Je mag er ook zo overheen strooien of 1 eetlepel gebruiken. En dan gaan we met de lepel zo helemaal roeren. Lekker overal een beetje kruiden zit en een beetje olijfolie. En als je denkt dat er iets te weinig olijfolie in zit, dan doe je er wat meer bij. Maar vaak is ook toch olijfolie niet nodig. Dat is vaak te veel en dat is niet nodig. Zo, met je schillen. Ik hoor niet alles zeggen. Zo. Je handen even droog maken. Als we het droog maken, dan moet het licht. Even wachten totdat het open is, voor verwarmd. Ik heb wel een tip, leg ze wel een beetje uit elkaar zo. Want op het moment dat ze op elkaar liggen, dan wordt het niet allemaal gelijkmatig krokant. Dus dat zou zonde zijn. En crotons kun je eigenlijk herkennen als ze knapperig zijn. En krokant, dan zijn ze goed. Kijk maar mee. Zo, de oven is goed voorverwarmd. Zoals je ziet, het lampje is uit. Dus de croutons kunnen in de oven op 180 graden 15 minuten. Yes, yes. Gebruik altijd de ovenhandschoenen als je iets in de oven klaarmaakt. Deurtje open. Gaan we erin doen, want de croutons zijn helemaal klaar om in de oven te gaan. Deurtje dicht. Vanuit. En dan de wekker op 15 minuten zetten. En als ze klaar zijn, dan even kijken of ze lekker krokant zijn. Anders doe je ze nog een paar minuutjes bij. Succes! De kookwekker is net afgegaan, dus we gaan de oven even uitzetten. En we gaan de krokant eruit halen. Dan pakken we weer even de lepel. Dan gaan we even zo. Die zijn wel lekker krokant. Even kijken of ze krokant zijn. Die zijn lekker krokant. Had dit langer moeten. Hartstikke goed. Zo. Ik ben heel blij met de croutons. Ze zien er goed uit. Ik ben er heel erg blij mee. Vergeet me eventjes niet te volgen op Instagram. En Artikookt. En me te abonneren op YouTube. Artikookt. Kun je me volgen. Zet even een melding aan bij het belletje. Dan krijg je elke keer een melding wanneer ik weer een kookvideo online heb gezet. Het is hartstikke tof als je dat zou willen doen. Deel deze video met iedereen in je omgeving. Laat even weten waar jij croutons bij gaat eten. En dan wens ik je een hele fijne dag wanneer je deze video ook kijkt. Eet smakelijk alvast. En tot een nieuwe kookvideo van Artikookt. Houdoe, laters.